op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dien de Remus. Nee, ik ga het nog niet zeggen. Ik ga dus een kookvlog maken waar ik dus ook op de livestream heb gezegd, want ik heb vandaag ook gelivestreamd. Ik heb al redelijk veel al klaargezet, dat zien jullie ook wel. We gaan dus vandaag weer al macaroni met kaas en hespen klaarmaken. Ook met een leuk muziekje op de achtergrond. Dan kun je mij soms zien dansen. Allee. De pannetjes er weer al bij halen. In deze grote kastrol maak ik mijn kaassaus. Dan heb ik nog een maatbeker nodig. En dan ook nog mijn weegschaal. Maar, ik heb ook mijn gsm nodig. Die ben ik nu even aan het zoeken, mensen. Hier niks. En hier ook niks. En wel mensen, ik heb hem gevonden. Ik heb hem gevonden, mensen. Ja, ja. Ik was even aan het kijken. Ik dacht het wel 75 gram bloem. Gemalen kaas 200 gram. Dus dat moet ik ook weer gaan afwegen. In een grote kommetje. Hopelijk is dit groot genoeg. Melk 1 liter. Check. Is nu wel al open. Dan gaan we de bakboter al open doen. Voilà. Ik zet de kastrol op de weegschaal. Dan druk ik op on. Dan pak ik ook een mes. 75 gram. Ik hoop dat dat zoiets is. 57. Zo gaat het niet omhoog gaan. 60. Ik moet tot 75 raken. Ik weet nog zoiets. 68. Yes! 75 gram. Moet lukken. Moet juist lukken. Dan weer schrijf ik al mijn... dingen af. Mijn mes. Voilà. Dan zie je ook alweer op hopen. En dan ga ik even een reclame doorskippen. Dat willen we niet allemaal hebben. Ah, dat is live. Denk ik. Ja, dat is live. Oei, oei, oei. Dat moeten we niet hebben. Voilà, ça. Dat is de 75 gram boter, bakboter is ook al klaar. Dan ga ik nu de bloem. De bloem hier toevoegen. De bloem. De bloem moet ik ook afmeten. Juist. Dus ik heb twee kommetjes nodig. Ook 75, ja. Kijk, als dat ook mij in één keer lukt.
zit al aan 40, 50, 60, 65. Ah, nee, 79. Is te veel, dan pakken we daar gewoon zo terug uit. Een eetlepelke. Voilà, 77, alsjeblieft. Oei. 75, voilà. Dat is ook al klaar. Dan, deze is goed gesmolten nu. Deze lag in de diepvries. Die heb ik juist voordat ik hier de Carrefour ging sluiten, heb ik deze nog gewoon gaan kopen. Moet ik nog loskrijgen. Dat dat zo nat is. Oh, wat een gesuggel. Ah ja, ik ga de macaroni niet klaarmaken in de oven. Nee, doe ik niet. Nu nog 200 gram bloem. Ik bedoel kaas. Ik zit al aan 93, 126, 474, 97, 200. Voilà. Kan ik nog altijd, bijvoorbeeld als ik bij de macaroni nog extra kaas had, kan ik dat nog altijd bijnemen. Maar ja, dan hebben we de maatbeker niet nodig, dus die kan terug weg, dus dan moet dat niet alle afgewassen worden. Juist, waarom heb ik nog niet het water opgezet, Dimitri? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar nu gaan we dat wel iets rap nemen, we gaan dat niet rap doen. Voilà, hier is het water al goed warm. Ah ja, en denk eraan mensen, ook even tussen de kookvlog door. Ik ga dus naar Ixlan. Maar wanneer dat die weer al is, ben ik even vergeten. Even gaan opzoeken. Deze gaat door op 15, 16 en 17 september in Nieuwerkerken. Schrijf u in op www.xlan.com, dacht ik. Voor de juiste informatie te geven. Dan kun je mij hier op wifi connecteren. Terwijl is mijn water... gaat die zelfs gekookt worden. Ah ja, nootmuskaat heb ik nog nodig. Peper, nootmuskaat, en wat, shit man, en wat zout. Xlan, dus https://x-land.be, dat is de informatie. Deze gaat door op, ja, dat is wat ik heb juist gezegd. De competities zijn, dat staat er ook niet op hun website. Dan ga ik eens even naar mijn website toe. www.sacrotogeet.be, daar vind je de meeste informaties. Dus dat is een landparty in september. Dus op 15 september 2023 om 18 uur gaan de deuren open. En het einde van het evenement is op 17 september 2023 om 18 uur. Deelnemers 80 plaatsen, competities ja. URL https://x-land.be. Adres is Kerkstraat 121 3850 Nieuwerkerken, België. Ticketprijzen zijn nu aan 55 euro's. Sacro TV gaat er ook aanwezig zijn.
Ook deze weekend gaan we ook naar Frecomatic toe. Frecomatic, www.fon.be. Niet als deelnemers, maar wel als bezoeker. Jawel, ik heb ook redelijk veel reclame ook gemaakt, ook voor Frecomatic, via Lamparty kalenderpagina op mijn Facebookpagina's. Dus, ik ben nu het water proberen te laten koken. En terwijl zit er weer al die vlam op mijn achtergrond te spelen. En nu horen we arcade. Arcade bedoel ik. Arcade. Dus wat doe je nog altijd zo in het water? Zout. Voilà. En dan nog iets. Wat stotteringen in mijn muziek. Dat is er. Ik ga nu ook beginnen met de saus klaar te maken terwijl ik kan het water koken. Normaal gezien 200 gram hersenblokjes, maar dat kunnen we hier niet vastkrijgen, dus dat is 250 gram geworden. Moet kunnen hè, tijdens het koken. Moet kunnen. Oh yeah, come on! Ik hoop dat het water rap kookt. Dat mijn boter rap gesmolten is. Dat we verder kunnen doen. Dan horen jullie ook eens als ik tijdens de muziek aan het koken ben, wat ik allemaal doe. Dus dansen. Maar dan ook soms wel zingen, maar dan moet ik de muziek wel kennen. Dit is Freeware Copyright Music. Dankjewel voor de channel Free Copyright Songs. Moet ik ook nog even bedanken voor deze muziek. Dankjewel. Met die channel werk ik wel heel graag samen. De boter is bijna gesmolten, mensen. Ik ga jullie een klein beetje... Wacht, hè. Even kijken. Mijn scherm. Een klein beetje meer naar daar draaien en naar onder. Voilà. Ik hoop dat alles erop geraakt. Want mijn batterij begint ook redelijk rap naar beneden te gaan. Zo, dus de boter is... zo goed als gesmolten. Dan doen we dus de bloem erbij. Hop, staat er de 75 gram bloem. En als je dat goed hebt opgeklopt, dus dat je geen wit meer ziet, dan voeg je een klein beetje melk toe. Dan roet je een klein beetje verder toe, dat al die klonters er wat eruit zijn. Voilà. Ja, op de macaroni gaan we niet wachten, dus ik ga gewoon puur u meenemen naar de saus toe. Dus de macaroni moet nog gewoon koken en dat moet 7 minuten opstaan. Oh yeah! En die moet ik ook nog afwegen. Ik heb dus wel mijn weegschaal nog nodig. Ik ben nog iets vergeten, mensen! Jawel, hè? Dan moet ik dat gewoon afwegen, hè? Oh, dat heb ik hier.
Ik hoop niet dat ik nu klonters heb, want je moet hier echt eerlijk in blijven roeren. Dan moet ik zelfs nog mijn macaroni nog afwegen, afgooien. Voilà, wat nootmuskaat erbij. Wat peper heb ik erbij gedaan nu. Bij mijn saus, voilà. Dan nog zelfs, als de melk terug begint goed te koken, ga ik mijn gsm weer opzoeken. Ah, hier. Ga ik de kaas erbij doen. Oh, ik ben het even gewoon vergeten en ik moet gewoon naar die dingen. Ik ga nog even gewoon kijken wat ik nodig heb. 300 gram. Oké, 300 gram. Dan gaan we daar ook wat toevoegen. Dus nu moet ik wel even wat haasten. Voilà, perfect 300. Dat is gelukt. Nu ga ik nog de kaas toevoegen. Want nu begint het al wat te koken. Voilà. Dan is dat weer al goed koud. De melk. Dan doe ik ook al de hespenblokjes erbij. En dat ziet er al heerlijk uit. Hoppa, de hespenblokjes gaan er nu ook in. Dat die ook goed ontdooid zijn, zobiet. Voor bij de macaroni. Nog te kunnen gooien. En ik ga je nog één ding zeggen, mijn saus is goed. Nee, dat staat niet van. Het water is er altijd niet aan het koken. Nee, voilà. Mijn saus is klaar. Het is wel al wat lopetig. Maar maakt niet uit. Dat kan nog wel opstijven. Met afkoelen. Oeh. De saus is toch goed dik. Je moet het zien. Wacht, hè, mensen. Je moet dit eens zien. Hè. De saus is wel goed dik. Dus dat is heel goed. En dan zo eens goed roeren. Nou, daar moet je nog van afkrijgen. Hè. Wow. Ik zat hier te zwieren. Dat was dus niet de bedoeling. Nu zal het ook wat op de grond. Dus daar staan het ook weer al wat. Voilà. Schoonmaken. Oeh, dat is wel echt heel dikke saus. Even een toetsje nemen. Voilà, een doekje. Je ziet, hè, mensen, ik doe alles in one take. Hè. Het water begint nu wat te koken. Dus het moet 7 minuten opstaan. Dan zeg ik zelfs, doe ik dit weer al. Dat betekent dat ik even weer met mijn box ga praten. Dus Google. Voor de timer dan op te zetten, natuurlijk. Dit ga ik nu gewoon op een licht vuurtje op laten staan. Ik hoop dat mijn water redelijk rap gaat koken. En weer al wat dansen, hè, voor jullie. Oh, het is weer gedaan. Oh my god, weer reclam. Oh nee, toch niet, dat is geen reclam. Nu is het wel reclam. Reclame is binnen gedaan. Oh yeah.
Toen. Allee, water, begin eens te koken. Dat ik dan de macaroni er nog kan in toevoegen. Ja, het water kan niet koken, omhoog van ik had het de verkeerde vuur afgezet. Voilà, nu begint het in één keer te koken, hè mensen. Nu begint het gewoon in één keer te koken, hè. Ja. Voilà. Dus, ik ga nu zeggen... Hey Google, zet timer 7 minuten. Voilà, set. De timer is dus gezet. Nu nog gewoon de potbak leegmaken. Dat ik zelfs heb de macaroni met kaas en hersenen kan uitgieten. Voilà. Wat je dan ook doet, best, is met een pot vinden. En alles wat ik gevuld heb gemaakt, schoonmaken. Voilà. Dit ga ik al op tafel zetten. En dan ga ik de gordijntjes er wat toe doen. Oeh, lekker donker. Lekker donker. En dan soms is af en toe ook eens roeren in uw macaroni. Met kaas, met gewoon uw macaroni. Ik wil zeggen met de kaas en hers. Maar dat is het niet. Dat gaat echt heerlijk smaken. Ondertussen tijd, jullie wisten het. Ik deze in de diepvries zetten. Dan heb je die nog voor de volgende keer. Weet je wat, dan heb je die voor de volgende keer. Voilà, en dan gewoon even blijven roeren tot hem gaar is. Dan voeg je die toe dus, aan de saus en dan kun je het lekker eten. En als je het dan nog in de oven wilt, oven voorverwarmen op 220 graden, dan als dus je macaroni hier ook eens bij toegevoegd en in de oven schotelt, dan dus nog een keer overgegooid is, kun je daar nog boterblokjes opgooien, dan nog wat geraspte kaas. Zet die dan 20 minuten in de oven en je hebt een heerlijke korstje op je macaroni met kaas en hesp. Dan zal ik zeggen voor iedereen die hier naar deze kookvlog hebt gekeken, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Want ik heb zelfs ook een vergadering om 7 uur, dus dan ga ik ook niet meer echt vloggen. Dus dankjewel om weer deel uit te maken van mijn leven. En ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn kookvlog. Van mijn dansmoves en al. Ik wil nog eens een keer voor jullie dansen. En dan moet er wel goede muziek op staan. Ja. Oh ja, yeah. Kom op. Blijven roeren! Voilà, Sam. En wel, heel veel bedankt om te kijken. Ik ga subiet de macaroni hier toevoegen en dan kunnen we. Kan ik eigenlijk eens... Ik snap niet waarom dat ik heel vaak... Hè, daar heb ik echt heel vaak mensen, dat moeten jullie ook snappen. Ik spreek heel rap in meervoud. Hoe komt dat? Ik weet dat niet. Ben ik dat gewoon? Denk het.
Ben je dan gewoon om alleen te zijn? Nee. Dus dan weten jullie dat. Dan wil ik jullie ook nog één ding iets zeggen. Kijk, zo is er ook nog weer al de juiste informatie erbij nemen. Dus ik ga nog één keer eens zeggen van de LAN-parties waar we dan aanwezig zijn. Maar met dan wel met de juiste informatie. De juiste informatie vind je allemaal terug op www.cyclotv.be. Dus ik ga deze weekend naar Freakomatic. Deze start op 1 september 2023 om 18 uur. En het stopt op 3 september 2023 om 18 uur. Aantal deelnemers wat daar aanwezig kunnen zijn, zijn 1000 deelnemers. Competities? Ja. URL www.tofon.be. Adres? Schrovenstraat 22A 9280 Lebbeke, België. De ticketprijzen zijn variabel. En dan, waar ik ook dan als deelnemer dan naartoe ga, is naar XLAN 2.19. Start van evenement is op 15 september 2023 om 18 uur. Einde evenement is op 17 september 2023 om 18 uur. Deelnemers target ik, competities ja. X, dus website is https://x-lan/x-lan.be. Adres is Kerkstraat 129 3850 Nieuwerkerken, België. Ticketprijs is €55. Dus daar ben ik aanwezig en daar gaat dan ook nog hoogstwaarschijnlijk nog altijd iemand anders ook nog aanwezig zijn. Wie? Dat is een verrassing. De special guest. En voilà. Ondertussen tijd is de macaroni ook bijna klaar, denk ik. En kijken wat de camera ook proberen wat te draaien. Voilà. Want hier gaat zometeen alles gebeuren. Voor het over te gooien. Dus ik ben hier nog heel eventjes bezig. Hey Google, hoe lang nog? Hey Google, wat is de timer? Er is nog 20 seconden te gaan. Nog 20 seconden te gaan, mensen. Nog 20 seconden. Zoals jullie Google is geactiveerd, hè? Dus nu gaan jullie zelfs ook horen dat Google gaat afgaan. Dan ga ik jullie ook al verplaatsen. Voilà. Dan zeg ik gewoon nu... Hey Google, stop! Voilà, nu is Google gestopt met afgaan. Nu gooi ik dat dus in het vergeet. Oeh, dat was warm. Dus pak alsjeblieft altijd uw kristalletjes op met een handdoek, hè. Want het kan heet zijn. Zal die ene sliertje, hè, zal ik ook nog krijgen. Voilà. Dan kan hier alle vuren uit. Dan pak ik ook mijn kristalletje met de saus. Dan spoel ik dit ook nog een keer goed. Dat niet blijft doorkoken met goed ijskoud water. Dan schud ik hier ook nog eens goed bij. Voilà, dan voeg ik die toe hier bij mijn saus. Voilà. Dan pak ik mijn houten lepel nog een keer en dan roer ik daar eens nog eens goed in. Dat alles goed onder de saus ook zit. En dan is het bon appetit. Oftewel, gooi je dat nu nog in een ovenschotel. En jullie kennen het vervolg wat ik al heb gezegd. Voilà. Dan nog even gaan mijn pollepel afwassen. En ik kan gaan eten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte. Wanneer dat er een nieuwe livestream is. Een nieuwe vlog. Of een nieuwe video. Of een pauze op mijn kanaal.
Ik ben ook bezig met zwembaden, hè mensen? Daar moeten jullie ook aan denken, hè? Goed? Allee mensen, ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Yo!